De avondsessies bestaan eigenlijk een beetje uit de dag evalueren, maar het bestaat ook heel erg uit elkaar evalueren. En wat ik daarvoor wil gebruiken in deze sessies is een tip en een top. Een tip is iemand iets meegeven wat hij beter kan doen. En een top is iets wat iemand heel goed heeft gedaan. Joey is als eerste. Hartstikke goed. Iets meer over werkgericht in plaats van het ahoeren ernaast. Ik heb nooit hard gewerkt. Ik doe altijd lichtwerk. En ik ben ook maar een dun jongetje, dus ik heb geen spieren. Ik kan geen zwaar werk doen. Dus voor jou was dit eigenlijk al best wel hard je best doen. Ja. Wat vind je goed of wat vind je leuk aan Joey? Volgens mij kan je wel met hem lachen, ja. Ja. Hoe vond je de dag, Joey? Zwaar. Ik sta heel laat op. Dus toen het 4 uur was, dan is het eigenlijk voor mij in mijn hoofd 10 uur 's avonds. Ja. Dus dat is echt. Ja, dus even die knop omzetten. 3 uur 's nachts of zo. Ja, het is nou al ochtend al, joh. We gaan door met Bram en dan begin ik bij jou. Terwijl. Bram. Ten eerste vind ik je een hele gezellige, leuke gozer. Ik kan het heel veel met je vinden. Dus dat is mijn topje. En mijn tipje, als je 1-op-1 bent, dan ben je wel wat. Openen. Ja. Jij vindt dat hij zich misschien iets meer mag laten zien in de groep? Ja. Malika, een tip en een top voor Bram. Meer interesse tonen. Niet voor werk of voor de, maar voor ons. Ik ben eigenlijk ook wel iets meer naar Charel toegetrokken. Dus ja. Rogier, een tip van Charel. Minder klagen. Ik denk dat ze meer een gevoelig meisje is dan die meid die ze nu is, zeg maar, een beetje de leiding, een beetje groot doen. Maar ik denk dat je heel gevoelig bent en heel klein. Dus wees gewoon jezelf. Van Malika, beginnen we met Joey. Ik vind haar echt geweldig. Ik kan echt heel erg om haar lachen. We lijken best wel veel op elkaar. En ja, een tip vind ik echt moeilijk, want als ik ga zeggen je moet harder werken, dat slaat nergens op. Dat hij niet mag zeggen, zeg ik dan wel. Ja, het werken, iets meer proberen te gaan werken in plaats van ook net zoals met Joey te ouwen. Wat vind jij van Rogier? Een tip. Je praat echt in termen, maar je gaat niet over je eigen gevoel. Hoe voel jij je erbij? Bijvoorbeeld, jij vindt mij een kutwijf. Echt, zou kunnen. Je zou me willen slaan of zo. En ik kom een keer zo bij jou doen. Maar je vertelt mij niet dat je me niet mag. Ja, dat weet ik dan niet. En je weet maar nooit. Maar gewoon. Nee, als ik je niet mag, dan merk je het wel. Als Rogier hier is om wezenlijk iets te veranderen aan zichzelf, dan moet je iets van jezelf laten zien. Want als jij zo'n dikke muur voor je hoofd zet, dan komen wij ook niet bij jou in de buurt. En dan weten we ook niet wat je voelt. En dan kunnen we ook niet iets met dat gevoel doen. En dan kunnen we ook niet wezenlijk iets veranderen.